We zijn hier nu in een veenweidegebied, een heel groot weidevogelgebied. En vroeger was dit allemaal blauw grasland. Het is heel zeldzaam, ook op Europees niveau. Dus wat we al hebben, moeten we heel zuinig op zijn. We staan hier in de Barsbeke Binnenpolder. Dat is echt een hele oude middeleeuwse polder. En van oudsher was dit een van de beste weidevogelgebieden van Nederland. Dit is een veenpolder, klei op veen. En het is hier nou gewoon te droog. En dat betekent dat die klei, dat het klei dekt, dat wordt zo hard, dan komt hier gewoon letterlijk geen snavel meer de grond in. Dus wat hier nodig is, is dat peil moet omhoog, zodat de grond natter wordt. Het bodemleven wordt dan beter beschikbaar voor de weidevogels. En als het natter wordt, blijft de grond in het voorjaar kouder. Krijgen grassen iets minder kans en bloemen wat meer kans. Dus het wordt bloemrijker. En dat is weer goed voor de insecten. En de insecten is weer goed voor de jonge weidevogels. Dan neemt Gideon ons mee naar weidevogelgebied Giethoorn-Wanneperveen. Waar niet alleen de weidevogel zich thuis voelt, maar zelfs blauw grasland is te vinden. Vroeger, het land lag heel ver van de boerderij af. Dus het is eigenlijk nooit intensief bemest geweest. En Natuurmonumenten heeft dit sinds de jaren 80 al in beheer gekregen. En ja, er komen hier soorten voor als de Spaanse ruiten, blauwe knoop, klokjesgentiaan en blauwe zeggen. En daar komt de naam blauw grasland ook een klein beetje vandaan. Niet alleen van blauwe zeggen, maar ook van blauwe knoop. En er is eigenlijk altijd iets blauw hier, hè? Ja, en die zie je niet in gangbaar grasland. Blauw grasland is een type wat heel zeldzaam is. Alleen in de Wiede hebben we nog maar 8 hectare over. En je moet je voorstellen, we zijn hier nu in een veenweidegebied, een heel groot weidevogelgebied. En vroeger was dit allemaal blauw grasland. Het is heel zeldzaam, ook op Europees niveau. Dus wat we al hebben, moeten we heel zuinig op zijn. Maar het is zeker een doel voor Natuurmonumenten, maar ook voor provincie Overijssel, om te proberen om dit grasland wel uit te breiden. Word je hier nou echt blij van? Ja, hier word ik echt blij van, ja. Ja, die bloemrijkheid en we zagen net de zilveren maan en de aardbeivlinder. Ook allemaal soorten, zeldzame soorten, die echt afhankelijk zijn van dit type grasland. In dit gebied wordt het waterpeil hoog gehouden, zodat de weidevogel hier beter in de grond kan poeren op zoek naar voedsel. Voor een boer kan dat best lastig zijn, want die is gewend om met grote machines op het land te gaan. En die heeft een bepaalde drooglegging nodig, al in het vroege voorjaar. Nou, maar wij willen hier dus eigenlijk laten zien, want dit doen we al vanaf de jaren 80, ja, dat je dus wel degelijk veenweidegebieden en graslanden kunt beheren met een hoge peil, wat enorm goed is voor de weidevogels. En wat een boer ook graag wil pachten, want ze gebruiken dit hooi als ruwvoer voor de koeien. En dat gaat hartstikke goed,